Houtem is een kerkdorp in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, in de gemeente Valkenburg aan de Geul en bevindt zich op circa 6 kilometer ten noordoosten van Maastricht. Het dorp, dat gevormd wordt door de kernen Houtem, Sint Gerlach, Vroenhof en Strabeek, telt ongeveer 1600 inwoners en ligt aan de weg van Valkenburg naar Meersen. Nabijgelegen kernen zijn Berg, Valkenburg en Meersen. De oorspronkelijke parochiekerk, de Sint-Martinuskerk, was gewijd aan Sint Martinus en lag in het oudste deel van Houtem, de kern Vroenhof. Hier werden restanten van een Romeinse weg aangetroffen. De Sint-Martinuskerk werd in de jaren 20 afgebroken. Op de fundamenten werd in 1929 een nieuwe kerk gebouwd die als kapel van een bejaardentehuis dienst ging doen. Houtem was een zelfstandige gemeente tot het op 1 oktober 1940 bij een gemeentelijke herindeling opging in de gemeente Valkenburg. In juli 1941 werd die gemeente hernoemd tot de gemeente Valkenburg-Houtem, die bij gemeentelijke herindelingen in 1982 opging in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Sint Gerlach is een buurtschap in de gemeente Valkenburg aan de Geul, gelegen in Nederlands Limburg. Sint Gerlach ligt vastgebouwd aan het kerkdorp Houtem, waarmee het vaak in een adem wordt genoemd, Houtem-Sint Gerlach. De buurtschap ligt in het dal van het riviertje de Geul. Vlakbij ligt het natuurgebied Ingendaal. De naam Sint Gerlach komt van de patroonheilige van de gelijknamige parochie, Gerlachus van Houtem. In het als dorpsgezicht beschermde Sint Gerlach liggen onder meer het station Houtem-Sint Gerlach, de 18e-eeuwse Sint Gerlachuskerk en het grotendeels 18e-eeuwse kasteelkloostercomplex Sint Gerlach met bijbehorend park. In dit laatste gebouwencomplex bevindt zich het luxe hotelrestaurant Château St. Gerlach, dat eigendom is van de in Sint Gerlach geboren ondernemer Camille Oostwegel. Tegenover dit landgoed staat de Mariakapel. Een andere bekende ondernemer/bestuurder die in Sint Gerlach is geboren, is voormalig Schiphol-directeur Gerlach Serfontaine. De bekendste inwoner van Sint Gerlach is uiteraard de naamgever van de buurtschap, de heilige Gerlachus van Houtem.
Geulhem, Limburgs, Geulhem, is een gehucht in de voormalige gemeente Berg en Ter Blijt, thans gemeente Valkenburg aan de Geul en ligt tussen de plaatsen Houthem en Berg ingeklemd. De naam Geulhem wordt voor het eerst in een akte vermeld in 1360. De naam duidt op de ligging van het gehucht aan de rivier de Geul. Van de gebouwen in deze kern is de watermolen van Geulhem het oudste. Deze molen was er al voor 1306. Geulhem ligt gedeeltelijk in een dal en gedeeltelijk aan een helling, de Geulhemmerberg. Naast de Geulhemmermolen, die thans in gebruik is als café, bevinden er zich in de directe omgeving de onderaardse gangenstelsels van de Geulhemmerberg, de Geulhemmergroeven. In het verleden werden gedeelten van deze door mergelwinning ontstane groeven gebruikt als ondergrondse woningen, de rotswoningen van Geulhem. Heinrich Witte geeft in zijn In en om Valkenburg, Volkmemond. Wandelgids voor Valkenburgs omstreken uit 1890 een korte beschrijving van een bezoek aan zo'n woning. Een deel van de grotwoningen is gerestaureerd en tijdens groepsrondleidingen te bezichtigen. In de Geulhemmergroeven bevindt zich ook een gerestaureerde schuilkapel. Bij de ingang van de Geulhemmergrot is een mergelstenen beeld geplaatst van een blokbreker, de ambachtsman die in het verleden met behulp van vaak primitieve werktuigen de blokken mergel ondergronds won. In Geulhem bevindt zich ook een romantisch aandoend kasteeltje, dat aan het einde van de 19e eeuw werd gebouwd en thans in gebruik is als hotel, Kasteel Geulzicht. Het is ontworpen door architect Henri Reek in opdracht van de industrieel Zuiderhout en opgetrokken in Engelse neogotische stijl. Geulhem is een geliefd vakantieoord door de directe nabijheid van hellingbossen en de aanwezigheid van diverse hotels. Aan de Geulweg ligt het oorlogsmonument Bronsdaalgroeven bij de ingang van de Curfsgroeven. Bij diezelfde ingang staat ook een ruïne van de kalkoven bij ingang Curfsgroeven en op nog eens 150 meter naar het noordwesten staat de kalkoven bij Curfsgroeven. Thank you.
Meersen is een dorp in het heuvelland van de Nederlandse provincie Limburg met ongeveer 7450 inwoners, inclusief Rotem en Raar. Het is sinds 1 januari 1982 de hoofdplaats van de toen gevormde gelijknamige fusiegemeente Meersen. Samen met Boende en Rotem vormt de plaats een relatief dichtbevolkt gebied ten noorden van de provinciehoofdstad Maastricht. Meersen is gelegen op de grens van het Maasdal en het Guldal aan de rivier de Geul op ongeveer 50 meter boven NAP. Eveneens kruisen bij Meersen de snelwegen A2 en A79. Dit geeft aan dat Meersen een gunstig gelegen plaats is en het dorp wordt regelmatig door toeristen gebruikt als uitvalsbasis naar het Guldal. Meersen zelf is eveneens bezienswaardig. De gunstige ligging zorgt er tevens voor dat er veel forensen wonen die werken in Maastricht, Parkstad of Sittard. Rotem, Limburgs, Raotem, is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Meersen in de Nederlandse provincie Limburg. Het heeft ongeveer 1725 inwoners. Naar Rotem is het Rotemterras, of Terras van Rotem, genoemd. Dit is een rivierterras dat gevormd is door de Maas tijdens het Middenpleistoceen. Het Rotemterras is een oude alluviale vlakte waarvan de bovenkant van de rivierafzettingen ter hoogte van Maastricht op ongeveer 81,5 meter boven NAP ligt. De rivierafzettingen zijn bedekt met jongere afzettingen, meestal bestaande uit lus. Van den Berg en andere onderzoekers onderscheiden twee terrassen die in ouderdom verschillen, Rotem 1 en Rotem 2, die respectievelijk op 81,5 en 76 meter boven NAP liggen. Het Rotem 2-terras is het jongste van beide terrassen en dateert mogelijk uit het Holsteinien. Het onderste deel van de rivierafzettingen bestaat uit een dik grindpakket waarvan de onderkant in de omgeving van Maastricht op gemiddeld respectievelijk 65 en 70 meter boven NAP ligt. De onderkant van dit grindpakket ligt vaak op veel oudere afzettingen uit het tertiair of het krijt. Door de meeste onderzoekers wordt de onderkant van het grindpakket als het eigenlijke terrasniveau beschouwd.
Rechts passeren we de buitenwijken van Maastricht. Maastricht is een stad en een gemeente in het zuidoosten van Nederland. Het is de hoofdstad en grootste stad van de provincie Limburg. Maastricht ligt aan beide zijden van de Maas, op het punt waar de Jeker de rivier bij komt. Maastricht ontwikkelde zich van een Romeinse nederzetting tot een middeleeuws religieus centrum. In de 16e eeuw werd het een garnizoenstad en in de 19e eeuw een vroege industriële stad. Tegenwoordig is de stad een bloeiende culturele en regionale hub. Het werd bekend door het Verdrag van Maastricht en als de geboorteplaats van de euro. Maastricht heeft 1677 rijksmonumenten, het op één na hoogste aantal in Nederland, na Amsterdam. De stad is populair bij toeristen om te winkelen en te recreëren en heeft een grote internationale studentenpopulatie. Maastricht is lid van het Most Ancient European Towns Network en maakt deel uit van de Euregio Maasrijn, die nabijgelegen Duitse en Belgische steden Aken, Eupen, Hasselt, Luik en Tongeren omvat. De Euregio Maasrijn is een metropool met een bevolking van ongeveer 3,9 miljoen met verschillende internationale universiteiten.
Heer is een voormalig dorp en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Limburg, gelegen aan de zuidoostelijke rand van de stad Maastricht. Sinds de annexatie van 1 juli 1970 is het een van de 44 officiële buurten van de gemeente Maastricht. Heer, inclusief Eildergaard, telt ruim 7500 inwoners. Over de oorsprong van Heer wordt in het duister getast. De naam Heer betekent zandige heuvelrug. Deze betekenis is onder andere terug te vinden in de naam Borgharen. De naam Heer wordt voor het eerst vermeld in 1202, hier, maar aangenomen wordt dat in de Romeinse tijd op alle lusgronden in Zuid-Limburg landbouw plaatsvond, dus zeker ook in dit gebied, dicht bij Moza Trajectum en direct gelegen aan de Romeinse heirbaan van Maastricht naar Aken. Mijn eerste stop vandaag een kop koffie bij mijn eerste werkgever, Hotel in Den Hoof.
Aan de oostrand van de Maastricht bevindt zich hotel-restaurant in Den Hoof. Een gezellig, 24 kamers tellend, middenklasse 3-sterren hotel, gelegen op de grens van stad en natuur. De ligging ten opzichte van de stad en het Limburgse heuvelland en de belangrijkste verkeersaders dragen er mede toe bij dat in Den Hoof voor zowel de zakenman als toerist een ideale uitvalsbasis is. Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JN Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.